En ze hebben elkaar meer op deze manier gescoord van bedrijven die dus meerdere vestigingen hadden in diverse steden. Een hele grote groep, dames en heren, is gevormd door de sportooievaars. We kennen natuurlijk allemaal... Hé, dat is je bel, Bon. Ja, je fietsbel. Een week na die foto is die... collega Hagenaar heeft besloten. Ja, die vond het ook mooi. We kennen natuurlijk allemaal het ooievaartje van ADO Den Haag. Maar er zijn heel veel sportverenigingen, dames en heren, die een ooievaar in hun logo hebben. Ik noem er twee als voorbeeld. Storks, de honkbalvereniging. Stork is natuurlijk het Engelse woord voor ooievaar. En ons Eibernest, de al onbekende korfbalvereniging. Want Eiber is ook een andere naam voor ooievaar.